Breda Nu. Maar liever een baby bijenkorf dan geen bijenkorf. Welkom weer bij een nieuwe Straatvraag. En vandaag vragen we ons af wat er in de nieuwe Hudson Bay gaat kopen. Zoals veel van jullie misschien al weten, gaat de Hudson Bay sluiten. Wat moet er in dit mooie pand nu komen? Dat gaan we vragen aan de mensen in Breda. Heeft u misschien een advies welke winkel er nu moet komen? Of een voorkeur? Niet hetzelfde, want dit werkt niet. Wat moet er dan wel komen? Ja, dat is heel moeilijk. Het is een verschrikkelijk groot pand. Dus er moet iets groots in. Of ze moeten het opdelen. V&D vroeger vond ik altijd wel een leuke winkel. Ik vond het wel jammer dat die weg is gegaan. Dus eventueel een V&D? Ja, zoiets, ja. Ik mis een soort V&D. Dat soort warenhuis zou fijn zijn. En waarom dan de V&D? Dat was een warenhuis waar je toch echt van alles kon vinden. En dan wel betaalbaar. Een bijenkorf, ja. Bijenkorf. En waarom dan de bijenkorf? Omdat we nu voor een bijenkorf vaak naar een andere stad gaan. Rotterdam. Dus okay. Hier een bijenkorf zou wel een verbetering zijn. Heeft u eventueel een goede suggestie voor een andere winkel in die dat gebouw moet komen? Ik denk dat je er al veel beter jonge creatieve werkplaatsen van kan maken. Dat voor jonge creatievelingen. Zodat hun daar creatief kunnen bezig zijn? Ja, precies. Want die grote winkels, dat wordt nooit meer wat. Kijk, de vroegere V&D, dat trok veel mensen. Dat vond ik een leuke zaak. Ik denk iets laagdrempeliger. Hudson Bay is niet echt iets voor Bredana's, volgens mij. En wat dan wel? Strakte, netjes, moet een beetje kunnen rommelen, een beetje kunnen zoeken. Ja, misschien de Primarkt. De Primarkt? Oké, en waarom de Primarkt? Ja, dat trekt ook heel veel mensen. En voor iedereen betaalbaar. Ja, ik denk toch iets, of alles gewoon heel laagdrempelig houden qua merken en qua prijzen. Of alles gewoon high-end. Maar ik denk dat er tussenin dat gewoon niet werkt. Ja, mijn V&D maar weer terug. Maar goed, dat zeggen waarschijnlijk veel mensen. Ja, daar heb ik altijd mijn draai kunnen vinden. En Hudson's Bay, nee, sorry. Ja. En waarom dan? Het doet zo goed in Tilburg. Je ziet het in Eindhoven ook. Ja. Het is altijd vol. Hier is nooit. Heeft u gehoord dat de Hudson Bay in Breda gaat sluiten? Ja. Heeft u eventueel een goede suggestie voor een andere winkel die erin moet komen? Nou, we hebben het toevallig net over gehad. Wij denken niet dat er echt een hele grote zaak is die daarin zou kunnen. Maar we stellen voor om het op te splitsen en een paar leuke, hippe winkels daarin te laten huren. Afbreken en een paar kleine, leuke winkels erin. Ja, ik zou graag de Bijenkorf terug willen zien. Bijenkorf terug? En waarom dan de Bijenkorf terug? Omdat dat iets toevoegt aan de stad. En hoe voegt dat iets toe aan de stad? Ik vind het een kwalitatief hele goede winkel. En die was er altijd al. Weliswaar een babybijenkorf, zeg ik altijd. Maar liever een babybijenkorf dan geen bijenkorf. Iedereen gaat via internet allemaal maar bestellen. Maar ze halen wel de sfeer overal weg. Wat zou er dan wel moeten komen? Nou, ik denk de speelgoedwinkels zijn ook steeds in de mindering voor de kinderen. Veel mensen wouden dus de V&D of de bijenkorf terugzien in het gebouw. Dat was het weer voor deze week voor de Vraag op Straat. Volgende week ben ik weer met een nieuwe Vraag op Straat. Breda Nu.